Paul, deze maand gaan we van start met de gebitsverzorging van de hond. Wat kun je vertellen over het gebit van een hond? Nou, zoals we natuurlijk allemaal weten, is een hond een vleeseter. Hij heeft snijtanden, hoektanden, kiezen. Snijtanden gebruikt hij eigenlijk van oorsprong om de botten af te kleven. Dus een wilde hond, een wolf die een prooi had gevangen, die begon met zijn snijtanden die botten af te kleven. Dus een hoektanden was meer voor het vasthouden, het malen een beetje van het voer. En de kiezen werden echt gebruikt voor het afscheuren van stukken vlees. Die tanden werden vroeger heel intensief gebruikt, maar tegenwoordig met brokjes, met complete maaltijden, is dat natuurlijk een beetje minder. We zien daarom ook dat de honden steeds vaker last hebben van tandsteen, ontstoken tanden, omdat het gebit gewoon op een heel andere manier gebruikt wordt. Daardoor vermindert ook de eetlust? Dat is een kenmerk van onder andere tandsteen of tandplak of ontstoken tanden zelfs. Als een hond een ontstoken tand heeft, kun je zien dat hij wat meer gaat kwijlen, dat hij vaak minder snel zijn brokjes wil eten. En wat heel vaak, wat we hier in de winkel vaak horen, is dat de hond een slechte adem heeft. En dat zijn allemaal kenmerken van slecht gebit, slechte tanden. Dus kortom, gewoon met tanden poetsen? Is eigenlijk wel het beste, ja. Ja. Maar wij begrijpen ook dat bij een volwassen hond, waarin één keer de tanden gepoetst moeten gaan worden, dat is gewoon moeilijk. Die hond is er niet gewend, er komt een tandenborstel, er komt een tandenpasta. Ja, vindt hij absoluut niet fijn. Dus daarom is het gewoon heel belangrijk om als pup zijnde die hond al aan te leren dat die tanden gepoetst worden. Hoe vaak moet dat per week? Iedere dag? Het beste is om gewoon iedere dag te poetsen. Wij adviseren ook als mensen zeggen van we gaan één of twee keer in de week gaan we die tanden een keer poetsen. Zou ik er niet aan beginnen, dan zou ik een andere manier gaan verzinnen. Er zijn genoeg andere middeltjes nog. Maar iedere dag poetsen is gewoon het beste. Dan blijft het gebit goed schoon, komt er geen tandsteen, geen tandplak. En het poetsen dat kan gedaan worden door middel van een tandenpasta. Het is belangrijk om een speciale tandenpasta voor honden te gebruiken. Het is een pasta met een leversmaakje. Dat vinden honden gewoon heel lekker. Maar er mag absoluut geen tandenpasta worden gebruikt die wij ook gebruiken. Er zit namelijk fluoride in en daar kunnen honden absoluut niet tegen. Dus dat is gewoon heel gevaarlijk. Wij spugen de tandenpasta uit, een hond kan niet spugen. Dus daarom is deze met een leversmaakje. De hond vindt het lekker. En dat motiveert ook een beetje om alles toe te laten wat ze in zijn bekje aan het doen zijn. We hebben daar een compleet setje voor. Er zit dan een tandenborstel bij. Dus aan de ene kant een wat bredere borstel en een wat smaller borsteltje voor de kleinere hondjes en voor de kiesjes. Ik zeg het al, iedere dag poetsen is het beste. Als mensen dat moeilijk vinden, kunnen ze ook andere middeltjes gebruiken. En dan denk ik aan een mondwater. Dit is gewoon een watertje of een middeltje wat ze in het water van de hond kunnen doen, dus in het drinkwater. Iedere dag even een dopje erbij doen, krijgt hij frisse adem van, gaat tandsteen en tandplak tegen. Alleen als een hond al tandsteen of tandplak heeft, dan is het wel het beste om het eerst weg te laten halen bij de dierenarts. Dat gebeurt onder narcose. Dan halen ze alles netjes weg, maken ze het gebit schoon. En daarna kan men verder gaan met een mondwatertje. Wat ook kan is de gebitsreiniger. Dit is een spreetje. Dat is gewoon in de bek sprayen van de hond. Eén puffje is in principe al voldoende. Dat verspreidt zich over het gebit. Wij adviseren altijd om dat 's avonds te doen, dan het drinkwater weg te pakken. Anders spoelt hij het natuurlijk weer ervan af. En dan 's morgens de hond een goede kluif te geven of harde brokjes, dan worden die tanden schoongemaakt. Want dit maakt namelijk het bovenste laagje van tandsteen en tandplak zacht. En dan wordt dat laagje eraf geschuurd. En dan tenslotte heb je nog staan oral care. Wat is dat precies? Ja, oral care is een poedertje. Een poedertje met een geur en smakeloos. Dus de hond die weet niemand die dat wat over zijn brokjes komt. Iedere dag een schepje over het voer doen. En dit zijn bacteriën. En die bacteriën die zorgen dat het gebit helemaal schoongemaakt wordt. Dat er ook een frisse adem weer komt. Werkt ontzettend goed. In zo'n potje is voor 60 dagen, dus daar kunnen ze de geruime tijd mee doen. En de werking is echt heel bijzonder. De hond krijgt op redelijk korte termijn weer een schoon gebit. En sowieso een frisse adem. We hebben nou de tandpasta gehad en het mondwater en dergelijke. Maar je hebt ook het kluiven. Dat is ook goed voor de tanden, hè? Ja, kluiven is natuurlijk heel goed. Als een hond ergens op aan het bijten is, dat maakt natuurlijk zijn tanden schoon. Niet alle tandjes natuurlijk, het ligt eraan hoe de hond bijt. Je ziet vaak dat ze alleen de hoektandjes gebruiken of alleen de kiezen gebruiken. We hebben daar speeltjes voor. Dat zijn speeltjes van heel stevig materiaal. Daar zit dan touw in verweven. En dat touw maakt ook weer de tanden schoon. En die zijn er in heel verschillende modelletjes, wat groter voor de grote honden. Dit zijn balletjes of van die staafjes. Als de hond daarop gaat bijten, dan worden de tanden ook gepoetst. Dus de tanden komen hier tussen en aan twee kanten worden de tanden gewoon gepoetst. Werkt ook ontzettend goed. En ook leuk voor de hond omdat hij is in spelen. Ja, dan zijn er natuurlijk allerlei soorten kluiven. We hebben de Serea kluiven, daar hebben we tandenborsteltjes van, daar hebben we staven van, daar hebben we staafjes van met kruidnagel. De Serea is 100% plantaardig, wordt gekleurd met spinazie of met paprika, dat is ook helemaal natuurlijk. Er zit maar 3% vet in, dus ook honden die te zwaar zijn, die mogen dat gerust een aantal per dag hebben. En deze die is dan ook nog glutenvrij. Dus het voordeel voor honden die steeds vaker een allergie hebben, ja, is dit natuurlijk perfect. Het mag weinig vet en glutenvrij, dus honden die allergisch zijn, ideaal.
Dan zijn er de slagproducten. We hebben een hele schap vol met buffelhuid. En het buffelhuid, er zit buffelhuid met kip in, we hebben buffelhuid met penstaafjes in verwerkt. Allerlei vormen, ringen, botten, geperste botten. Daar is een ontzettende grote keuze in. Moet je nog letten op wat voor hond dat je hebt, welke kluif dat die moet hebben voor een goede tanden? Ja, we adviseren sowieso om die kluif zo groot mogelijk te pakken, dat die hond ook echt goed bezig kan zijn. Dat hij het zeker niet zo snel in kan slikken. Een hond die allergisch zijn is natuurlijk een apart verhaal. Maar voor de rest de buffelhuid mogen ze altijd hebben. Als de honden een beetje klaar zijn met die buffelhuid en ze vinden dat niet meer zo lekker, dan kan men overgaan op de slagproducten. En dan denken we aan luchtpijpen, varkensoren, penstaven, hoefjes, varkensneuzen. We hebben zoveel verschillende soorten. Konijnenoren hebben we zelfs, van die gepofte, van die gedroogde, kippenpootjes. Ja, dat vinden honden een stukje lekkerder als de buffelhuid. Het enige nadeel is dat het een beetje sterker ruikt. En je moet natuurlijk niet op een goed tapijt gaan geven, want het kan natuurlijk altijd wat afgeven omdat het vaak gerookt is. Komt er wat meer vet vrij. Wat ook heel leuk is en heel goed voor de tanden is het hertengewei. Het is gewoon echt hertengewei. We hebben dat in 4 verschillende maten. Dat wordt echt in de bossen wordt dat gezocht. Het wordt helemaal gezandstraald. Dat is maar bepaalde tijden per jaar te krijgen. Als het herten het gewei gaat verliezen, dan kunnen we er weer aankomen. Anders is het ofwel heel snel op. Wordt gezandstraald. Maakt goed de tanden schoon. Ook weinig vet. En als de honden het iets minder lekker vinden, kun je ze een nachtje in een beetje water leggen. Dan wordt het wat zachter, komt de smaak wat meer vrij. Ja, goed natuurlijk product. En dan hebben we de kunststofkluiven. Honden die heel kieskeurig zijn, is dat iets moeilijker. Maar de meeste honden vinden dat helemaal geweldig, die kluifjes. Die zijn er van Tasty Bone, 4 verschillende smaakjes. We hebben lam, we hebben kip, we hebben kaas en we hebben, chocolade hebben we ook nog. Er zit geen echte chocolade in verwerkt natuurlijk, maar het is gewoon het smaakje wat wordt toegevoegd. Als de honden erop gaan bijten, komen er allemaal pluisjes aan te zitten. Die pluisjes die maken de tanden heel goed schoon, dat is ook echt heel hard. Dus het is echt een goede tandenbos voor de hond. En je ziet dat honden met één zo'n kluif wel een aantal maanden kunnen doen. Dus de aanschaf is iets hoger qua prijs. Alleen ze doen er wel ontzettend lang mee. En dat is helemaal geen vet, helemaal geen voedingsstoffen. Dus voor de honden die allergisch zijn, ideaal natuurlijk. En dat mag natuurlijk wel op een mooi wit tapijtje gegeven worden, want er komt helemaal geen afval vanaf. Kortom, voor elke hond wat wils en nog gezond ook nog. Ja, absoluut. Ja. Tot zover de gebitsverzorging. We hebben het ook, gaan het ook hebben over de loopwagens. Ja, we hebben buiten hebben een mooie wandelwagentje staan. Je ziet steeds meer dat die mensen dat gaan gebruiken, ook voor wat oudere hondjes vaak. Mensen willen toch die wandeling gaan maken die ze al jaren maken met het hondje, maar dat gaat niet meer. Kunnen ze een wandelwagentje meepakken, de hond erin zetten. Ook ideaal voor mensen die wat meerdere honden hebben. Vaak die kleine hondjes die toch behoorlijk wat moeten lopen om de mensen bij te houden. Ja, een wandelwagentje meenemen en ze kunnen toch een behoorlijke wandeling maken. Ja, want ze zijn ook makkelijk opklapbaar. Ze zijn makkelijk mee te nemen voor een wandeling in het bos. Ze zijn ideaal. Je kunt met één bewegingkeuze helemaal als een plat pakketje inklappen. Ze wegen bijna niks en ze zijn geschikt voor honden tot ongeveer 20 kilo. Dus er kan toch behoorlijk wat in. Als mensen de wandelwagen niet zo prettig vinden, hebben we nog altijd een hele mooie draagzak voor de hond. Dat is de Lazy Leg. Het voordeel van die draagzak is dat die gewoon hele fijne draagcomfort heeft. Dit is heel zacht. Dus mensen merken niet dat ze wat om hebben. Dit kan helemaal opgeklapt worden. En dan kan een wat kleinere hond kan daar heel gemakkelijk in gezet worden. De hond kan ook vastgezet worden, dat hij niet eruit kan springen. Ja, draagt zich ontzettend prettig. Hij is er in verschillende kleuren. Helemaal uitwasbaar. En dan tenslotte, je begint vanaf deze week met een hele leuke actie. Ja, vanaf vandaag zijn we met een actie begonnen. Alle klanten die een kassenbon inleveren, een bonnetje vanaf 5 euro kan in een tonnetje gestopt worden. Even de naam en adres erop schrijven als het nog niet op staat. En dan op het einde van de maand februari, dus net voor de carnaval, wordt daar een winnaar uitgehaald. En die winnaar die krijgt een hele mooie Samsung Galaxy met een mooie leren hoes erbij. Dus mensen leveren het kassenbonnetje in en wie weet win je een mooie Samsung Galaxy. Ja, en daarop kun je natuurlijk altijd kijken naar faunaland.nl en de Twitter en de Facebook. Ja, ook daar hebben we op staan de knaagdierenspreker wat we binnenkort hebben. We hebben 12 maart en 29 maart hebben we knaagdierenspreker. Dat is een woensdag en een zaterdag. De tijden staan op Facebook, hebben we ook in de winkel al gecommuniceerd. Dus mensen kunnen een knaagdiertje meenemen. Onze dierenarts van dierenartspraktijk L die controleert dat gratis. Eventueel de konijn kan nog gevaccineerd worden. Een jaarlijkse vaccinatie, dat is natuurlijk wel tegen een betaling. Maar als mensen een knaagdiertje mee willen nemen, zijn allemaal welkom.